We hebben drie vormen van insluiten gehad en in deze les gaan we alle drie de vormen combineren. We gaan kijken wanneer uh, moet je welke vorm gebruiken of soms uh, zijn er wel twee vormen van uh, insluiten mogelijk in, uh, in één stelling. Dat is hier het geval. We zien het paard al rood gekleurd, dat betekent dat het paard er al uh, ja, niet echt uh, heel erg handig staat. Het paard kan geen kant op, dat heeft ermee te maken dat die twee zwarte pionnen die je hier ziet staan, uh, die staan het paard in de weg. En gaat het paard naar dit veld toe. Dan uh, is dat een beetje onverstandig, omdat uh, de loper naar het paard kijkt. Die kan op dat moment het paard zelf slaan. Dus wat we hier moeten doen is eigenlijk dat paard wat al opgesloten staat, insluiten door het paard aan te gaan vallen. Nou, dat kan door de toren tegenover het paard te zetten. En wat ik al zei, er is hier uh, geen redder meer aan voor het paard. Het paard kan niet verdedigd worden door de dekken. Er kan niks tussen geplaatst worden. De aanvaller, in dit geval de toren, kan niet geslagen worden. Dus. Uh, ja, een probleem voor zwart. Nou, laten we nog even zien wat er gebeurt als het paard dan toch uh, weggaat. Dan slaan we met de loper het paard en hebben we drie punten verdiend. Dus, dit is wat je in deze les moet doen. Uh, bedenk uh, welke drie vormen er mogelijk zijn van insluiten. Probeer het een en ander met elkaar te combineren en dan uh, kom je vanzelf tot een, uh, een mooi antwoord. Succes ermee!